Terwijl Erik Bottegien op Varkenoord werkt aan zijn herstel, een proces dat goed verloopt, begint de selectie van Feyenoord aan een training in de Kuip. De 1-1 tegen VVV is geen lekkere generale voor het duel met de koploper van de Premier League. Inmiddels is de kampioen van vorig seizoen afgegleden naar plek 7 in de Eredivisie en komt de kritiek. Bijvoorbeeld op de trainer. Kees schrijft bijvoorbeeld nu, wanneer is het krediet op wat betreft de trainer, Giovanni van Bronckhorst? Volgens mij gaat dat niet op. Nooit meer? Niet op. Dit seizoen in ieder geval niet. Dat zegt Joop van Dalen wel, maar buiten de Kuip is de positie van de trainer wel een agendapunt in het wekelijkse maandagochtendoverleg van de wijze mannen. Op het moment als het dus slecht gaat, alleen maar negatieve dingen. Het ligt aan het trainen, het ligt aan de verzorger, het ligt aan Van Geel. En waar ligt het dan aan? Alleen maar pech? Ja. Oh, kom maar. Dat is gelul. Alleen maar pech. Nee, het draait ook niet. Ja, ik ben kritisch, maar... Wat is u de oplossing dan? Ja, een goede trainer. Dus Van Bronckhorst moet weg, of moet hij assistent worden? Nee, weg. Ik heb niks tegen die man. Maar... Hij is het niet, hij heeft het niet. Zoals Van Basten het ook niet had. Dat is ook een grandioze voetballer. Maar hij had het ook niet. Het is alleen maar negatief. En je kan nou niet leggen, omdat het nou dus zogenaamd slecht gaat, dat het aan Van Bronckhorst ligt. Ja, ik denk het wel. Kijk, je wint met z'n allen en je verliest met z'n allen. Of niet? Het ligt niet altijd naar één man, hoor. Ik ben niet tegen hem, maar het gaat mij om het belang van Feyenoord. Je kan niet zo doorgaan. Ja, goed, dat is jouw mening en dat kan. Dat wil niet zeggen dat ik het daarmee eens ben, maar goed, het is, ik vind het altijd makkelijk. Dat heb ik net gezegd. Met z'n allen. Dat heb ik net gezegd. Misschien moet er dus iemand bij komen die jongen een beetje helpt. Ik bedoel, ja, maar dat heeft de advocaat al gedaan. Ja, nou ja, goed. Ja, misschien is het een idee omdat ze daarboven eens een keer daarover nadenken.